lief niet. Zo aandoenlijk. Zo aandoenlijk. En hier hebben we er nog eentje. Die is ook lief, hè. Ja. Die is ook zo lief, hè. Hier, mijn lekker liggen, schat. Lekker rustig, hè. Ja. Ja, lieve vrienden. Dat zijn nou de dingen waar ik van geniet. Ja. Dat vind ik gewoon zo'n mooi, lief gezicht. Dat doet me gewoon goed. Ja. Dat vind ik gewoon heerlijk. Maar oké. Ik ga ook nog gelijk weer sluiten. We maken er een einde aan. Dan kan ik een weekendvlog in elkaar zetten. Ja. 2 dagen achter elkaar, zaterdag en zondag. Want ik ga alle filmpjes zo meteen lekker op mijn computer zetten en proberen het in elkaar te zetten. En ik ga eerst even genieten van een bak koffie. En even een spelletje op mijn telefoon doen. Even wat anders aan mijn hoofd. En daarna ga ik aan de slag. En kijken of ik daar wat leuks van maken kan. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want het wordt anders dan anders. Ja, dat zeg ik jullie wel even. Het wordt een heel gepuzzel ook voor mij. Dus ook voor jullie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Doei! Hallo lieve vrienden. Ja, het is weer avond. We hebben het eten weer genuttigd. En Chrissy heb ik net uitgezwaaid. Want ik ben net weer binnen. Bah. Nou verneem je. Als ik van binnen naar buiten ga, vind ik het lekker. Maar kom ik dan van buiten weer naar binnen, dan verneem je dat het toch koud is buiten. En ik hoorde wat. Oh, kijk. Een mrouw. Een mrouw. Een mrouw. Ja, dat, we hebben heerlijk gegeten. Ik heb er nog een klikje ervan afgehaald, want het was veel te veel. Ja, ja. Echt wel, dus de rest heb ik meegekregen. Ik mocht er nog een klikje eraf halen voor morgen. Dus ik heb morgen ook mijn bordje dan weer vol. Ik heb ook nog zelf een halve rookworst, dus het komt allemaal lekker goed. Enkel ik heb geen Unox, nee. Vind ik een beetje zonde van mijn geld en ik vind het goedkope net zo lekker. Ja hoor. Een marauw, ja, wat marauw. Hé, ja. Dus ja, lieve vrienden, we hebben genoten met elkaar. Het was zalig samen. Ja, en ze heeft Frode tenminste lekker even kunnen douchen. Die is schoon en die slapen niet, maar hij is rustiger. Hé, ja, hij is lief. Jou, je bent lief, hè. Hé, ja, je bent lief, hè, mooi. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond allemaal. En ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, ik kom nog wel even weer terug, vind ik ook. Dat ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Tot strakjes. Ja, lieve vrienden. Eindelijk, maar toch, zijn we daar. Ik wens jullie als eerste een welkom weer bij een gloednieuwe vlog. En ik ben een beetje te laat. Om te beginnen, het is namelijk 14:42, maar dat kwam dat daar mijn liefhebbende broertje vroeger was dan ik had verwacht. Ja, dus ik zou net de camera gaan pakken en toen was die er al. Want ik had eerst andere dingen weer gedaan, boven aan het werk, in de tuin aan het werk. En voordat je dan aan jezelf toekomt en aan de vloggen toekomt, dan is er weer een aantal uren verstreken. En toen zou ik hem pakken en ja, daar stond hij voor mijn neus. Nou, en hij was niet op de vlog, nee. Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, iedereen zijn eigen waarde. Maar die ligt daar ook, die heeft net wat lekkers gehad. Hè? Ja, en je ogen moet weer schoonmaken, hè. Ja, je ogen moet weer schoonmaken, dat doen we straks wel. En daardoor ben ik zelf dus ook dus laat met mijn broodje. Ja, ik wou het gaan eten. En toen stond hij dus voor mijn neus. Maar ja, niks aan te doen. Hij is nou naar een andere familielid van zijn vrouw toe.
die woont daar ginds, hier vlakbij. En een, een soort met halfzus, die zus weet ik veel. Ik ken haar niet goed. Ik heb het maar gekend dat ze nog ook klein was. Ik zit zelf in het donker zo. Dat ze dus klein was. Maar nu als volwassenen, nou ja, ze kijkt niet op of om, dan krijg je goed af niks. Nou ja, oké. Ook ieder zijn waarde. Dat ik zou zeggen, het is prachtig mooi weer, dus geniet ervan. Doe leuke dingen, doe geen leuke dingen. Het is maar net wat jullie willen, maar wees wel lief voor elkaar. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. En een hele goede middag. Ja, ja, daar zijn we weer. Het is vandaag zondag. Ik ben Corina, Luisterburg Dion. Samen met mijn diertjes, daar al één, en hier al één, vormen we samen Corina en de Beestenboel. Ja, en zoals ik al zei, het is vandaag zondag, het is 25 november. Vandaag is mijn mannetje een jaar en 9 maanden weg, is die in de hemel. Over 2 dagen is mijn schoonmoeder een jaar weg. Ja, je zit dan weer echt in een dip, laat maar zeggen. Moeilijk allemaal, maar we gaan gewoon door. Ja hoor, we lachen weer. En dat weet hij erboven wel. En ik ben even bezig mijn pc schoon te maken met C-cleaner. Ja, dat moet ook gedaan worden. Enkel, ja, het werkt een beetje anders dan ik van vroeger uit ben gewend. Maar het maakt niet uit hoor. Nee, we gaan gewoon door. Met die banaan. En straks komt Chrissy. Ja, ook die komt straks. Nou ja, die, haar man die is ook al 2 jaar weg. Want die is eerder... niet 2 jaar. Ook bijna, maar die is dus ook al niet zo lang weg. Want die is op 10 februari vorig jaar overleden. Dus nou was die ook zoveel maanden weg. Ja, het is allemaal zo moeilijk, hè. Nou, ik kan net zeggen, rollen. Goed zo. Dan ga ik daar naartoe kijken of ik ook fouten heb. Laat ik hem even scannen. En mijn water heeft gekookt voor mijn koffie. En gisteren kreeg ik om 23:23 nog een krant door de brievenbus van de bezorger. Hij mag maar tot 9:00 lopen. En hij komt op de gekste tijden en dat zie je dan maar weer. De zondagskrant. Ik heb het opgeschreven, zaterdagavond 23:23 bezorgd. Dan gaat voor de zoveelste keer weer een klacht erheen. Moeten ze maar op een fatsoenlijke tijd komen. Want mensen met honden, die honden kunnen aanslaan. Maar hij, het is zo'n gluiperd, dat doet het zo stiekem allemaal, maar ook een hond hoort beter dan wij mensen. Nou, hier verderop een hond aan het blaffen. Frodo aan het blaffen. Daar woont ook ergens een hond. Die ging ook tekeer. Nou, daar ben ik toch klaar mee om die tijd. Er zijn veel mensen die om die tijd al op bed leggen. Ik dus niet, maar anderen wel. Dat, dat denk ik ook bij mezelf. Gebruik je verstand, man. Maar ja, kunnen ze tegenwoordig niet meer. Hè? Nee, nou, ik heb geen fouten, wordt er gezegd. Dus dat is ook weer goed. Of wel? Nee, er zijn geen problemen gevonden. Nou, toch hartstikke top. Ja. Nou, kan ik die sluiten en dan... maak ik mijn plaatjesparadijs. Plaatjesprogramma maak ik ook. En ik wil jullie misschien vandaag, maar misschien ook van de week, iets leuks zien. Een live game. Waar ik mijn man heb in ontmoet. En dat is leuk. Ja. Echt leuk. Het is een meisje. Hey, Win. Gaan we doen. Oh ja. Is het zo, wijfie? Ach ja, ze hebben toch zo hun aandacht en hun zorg nodig. En
Nooit van de week. 2 dagen achter elkaar naar huishoudelijke hulp geweest. En dat kan je zien. Want, nou, het is een en al haar van meneer Frodo. Die is toch de laatste tijd zo raar bezig met dat op de banken aan het gek doen. En ja, wat moet je ermee? Hè, wat moet je ervoor zeggen? Hij is gewoon maf. Hij jeuk. Ja, nou, hij gaat straks onder de douche. Hè, met tante Chrissy, hè, man? Hé. Hey. Ga je straks lekker douchen met tante Chrissy? Frodo. Hallo, ben je boos? Je hoeft je kop niet om te draaien. Ja. Je hoeft je kop toch niet om te draaien, of wel dan? Toch kwispelen? Toch een kwispelen? Kwispel de kwispelstaartje? Ja. Oh, er komt eeuw in, die wordt jaloers. Oei, oei, oei. En dan draai je nou je hoofdje weer om. Hé? Hey. Mallet. Ja, hé. Hey. Nee, lief. Ja? Ja, ben jij ook lief? Ben jij ook lief? Oh, nou oké dan. Ze zijn allebei lief. Ja, die is ook lief hoor, die. Gaan we daar ook nog even naartoe. Ken die jullie ook begroeten en dan ga ik weer sluiten. Want ik heb nog genoeg te doen. De vader was er licht te halen en de vader was er te vullen. En mauw, oh, is je dan? Ja? Nou, vertel dan. Mauw. Hé? Mauw, mauw. 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 Oh, oh, Jodokus. Hé? Oh, Jodokus. Hé, kereltje. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is grijs. Althans hier. Hoe het bij jullie is, weet ik niet. Maar maakt het niet uit. Of het nog grijs is, of wat dan ook. Je bent zelf het zonnetje in je eigen huis. Dus geniet daarvan. En lach en doe gezellig en wees lief voor elkaar. Ja, dan komt het toch allemaal goed? Of niet dan? Ja hoor. En degene die van mij willen weten waar ik mijn huisje woont. Nou ja, die neemt maar contact met mij op als ze bij mij willen komen. Jullie zijn van harte welkom. Neem contact met mij op. De rest staat allemaal onder die vlog, onder die filmpjes. Lees dat. En ja, neem contact op. Ook kun je mij vinden op Facebook. Onder Corina Luisterburg de Jong. En Corina met IE. En dan niet met alleen nog de I. En ook niet enkel met een E erachter. Maar er is een A erachteraan. Ja, het is Corina. Met een A. Dus ja, het is op de ouderwetse manier geschreven. Zoals het heel vroeger werd gedaan. Alle lettertjes gewoon gebruikt. En nou, gekkie. Ja, je krijgt zo eten, man. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En ik zie jullie en spreek jullie strakjes. Ook wanneer Chrissy er weer is. We eten vanavond stampot boerenkool. Want Chrissy heeft eten gemaakt. Njam, 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 njam. Lekker. Dus tot strakjes. Ja, lieve vrienden, het is alweer geruime tijd avond. Het is 9 uur geweest. Wat toch? Even kijken. Even kijken. Ja, 9:03. Ik moet mijn medicijn nog innemen voor mijn COPD. Maar ik ben net weer bezig geweest. Toch nog even wat verlichting bij opgehangen. Omdat ik vorig jaar die kerstgelanders tegen het plafond aan had. Wat nou dus niet is, omdat ze allemaal kapot waren en oud waren op een paar na. Omdat ik die wel weer pas nieuw had. Heb ik daar ook een streng verlichting gehangen vanaf die hoek. Daar, uit die hoek vandaan. Om de lamp heen.
En zo naar de hoek boven de televisie. En over dat klokje heen een stukje. Wat een tijdje heel erg achter heeft gelopen omdat er nieuwe batterijen in moest. Ja, dat is dus reeds gedaan. Ik moet de krantenbak nog op de grond zetten, want die stond er net in de weg. Die staat nou op de bank. Dus, hè? Maar dat komt zo wel. Ja, nou, en Chrissy die komt morgen aan het einde van de middag. En dan gaat ze lekker met hem douchen. Hoe laat exact weet ik niet. Want ze moet eerst ergens anders toe. En dan eet ze lekker hier. Eet ze lekker stamperd boerenkool. Lekker, lekker, lekker. Ja, dat ik ben dus even bezig geweest. Dat ik ben back off. Ja. Het is er boven warmer dan hier. Maar ja, dat heb je. En ik ben dan wel een kouklum. Daarom loop ik in de winter toch wel veel met een vest aan. Soms heb ik hem wel eens uit, maar normaal een vest aan. Maar ik ben tevreden. En dan als ik morgen uit mijn kooi kom, de vaatwasser leeghalen en weer opnieuw erin doen. Want er staat nou een A-was. Maar het maakt niet uit, het is omgebond. Ja, en dan is het morgen gewoon, hopla, eventjes opruimen en dan kan dat erin. Ik ga eens een bak koffie maken. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. Het is te weinig om in elkaar te zetten, dus ja, dat zag ik, hè. Wat je weer aan het gek doen. Dit kan je niet likken met die kapom. Nee, dat hoort niet. Maar lood? Hé, maar lood? Ja, dit is mijn loodje. Dus ja, ik moet hem toch corrigeren of ik nou aan het filmen ben of niet. Het moet gedaan worden, toch? Ja, net als met kinderen. Als je ze corrigeren moet, moet het. Dat. Ja, ik geloof van ons leven dat de hummeltjes en de andere vloggezinnen dat ook wel meemaken. Dat dat even goed doorgaat. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik sluit gelijk af. Ik zou zeggen, een fijne avond verder allemaal. Voor straks wel te rusten, lekker slapen, gezond weer op. Degene die naar de kerk toe gaan. Een gezegende kerkdienst gewenst. Ik ga in Nederland. Ja, ik ben wel weer druk bezig geweest, maar ik ben niet echt wat je zeggen moet om naar de kerk toe te gaan. Ik verga iedere keer van de pijn tussendoor en als ik dan in die kerk moet zitten, dat is niet te doen. Maar ja, kom wel weer. Ja hoor. En trouwens, ze weten dat ik 's winters bijna niet kan komen. Ik leg helemaal aan ook hoe de wind staat, et cetera, qua kou. Maar ja, dat komt allemaal ook goed. Ik ben ook niet een van de jongsten. Nee. En gebreken komen met de ouderdom, hè. Ja. Dus, maar komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Doei, doei. Zo, en Frodo is onder de douche geweest. Die is weer lekker schoon. Hé? Ja, hè? Weer lekker schoon gewassen helemaal. Hé, kerel? Heeft tante Chrissy gedaan, hè? Hier draait hij zijn kop weer om, hè? Vanmorgen krijgt toch het heen en weer. Ja, en dan moest het vrouwtje dan met je vechten ook op de trap, hè? Want je wou niet naar boven. Ja? Ik ging boven, is dat, hè? Wou niet naar boven. Tante Chrissy laten vallen, hè? Ja. Ja, hier, Chrissy is bezig om de schoenen vast te maken. En wie zit er weer bij met je slotkoker? Kan dat. Maar Chrissy die is dus gevallen in de douche. Ja, die kon er niet staande houden met Frodo. Morgen een blauwe plek op zijn bil, hè? Ja. Yeah. Maar ook Chrissy is weer lekker schoon, of niet? Dat is wel. En wat moet jij? Lekker gekribbeld worden, hè? Kribbel. Nou, dat vindt hij wel lekker. Aanhalen. Hé? En daar zit Ewin. Die is ook bezig de regen te klauwen. Hé? Meeuw. Ja nou, meeuw. Nee, 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 nee. Voorzichtig.
is lekker voor jou, toch? Ja, even geen jeugd meer. Even niet je beestjes hier. Lekker dingen. Hij kan ook wel zo lief zijn en zo aandoenlijk ook. Hier, Billy. Het was toch lekker onder de douche? Lekker. Ja, hoe je knipogen nog. Ja, hoe je knipogen. Ja. Nou ja, ik ben er weer. We zijn weer blij, laten we dat zomaar zeggen, met z'n allen. Ja. Eén à twee keer in het jaar moet dat. Ja, er zijn ook mensen die doen het helemaal niet. Maar zoals Jack, ja, die deed het sowieso, als het moest, wel 4 keer in het jaar. Het legt eraan hoe hij er is, hoe hij was, Frodo. Ik ben ook al met de derde keer bezig. Ja, daarom. Maar ja, dat is wel voor dit jaar het laatst, mag ik hopen. Nou, dat mogen we zeker hopen. Hè? Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan straks genieten. Eerst van een bakje koffie. Oh ja, nog een koekje erbij, of niet? Nee dus, nee. Niet een stukje oranje koek? Nee. Maar we hebben straks wat anders lekkers. Ik zal er eerst wat licht erbij doen. Kijk, dat heet de stampot boerenkool met rookworst. Gemaakt door Chrissy. Met kruiden. Met kruiden wordt er gezegd. Met spek. Met ui. Met een siepeltje dus. Zoals boerenkool. Ik boerenkool. En aardappelen uiteraard. En uiteraard aardappelen. En dan een overheerlijk worstje. Ja, ik ga geen namen noemen, want we worden toch niet gesponsord. Unox. Ja, en gesponsord worden we zeker niet. Maar ja, oké, nee, maar ja, nee, nou, maar dat hebben Roderick en Karen immers ook. Die maken reclame, maar als gesponsord worden, hou maar. Wat is een keertje tijd dat we gesponsord worden hier. Dat bedoel ik. Ja, ook voor Karen en Roderick. We moeten gesponsord worden. Ik maak ook reclame van de Wiebra van Zeeman, noem maar op, maar geld krijgen we er niet voor. Nee, ik krijg helemaal niks, nop een jendo. Is niet leuk. Nee. Maar ik zie jullie straks alweer. Doei!